We are back once again. Another one. Jawel, ladies and gentlemen, once again live and direct. Shout out aan iedereen die net bij ons binnenkomt. We gaan live met the one and only Steve. We're gonna check in om even te kijken hoe het gaat met onze broeder. Hey. Ja, daar is die! Kan ik hem zo zetten? Je dat kan ook. Hem ook zo zetten, maar dan moet ik misschien ook wel leunen, anders is het een beetje weird. Okay. Wat zeg je? Ik zeg, misschien moet ik zo ook dan gaan zo leunen dan. Oh, oké. Okay. Ja, nee, ik had hem net zo gezet. Maar, jij staat een kwartslag eruit nu, hè? Wacht even hoor. Hij staat een automatje te draaien. Weet je wat? Ik hou hem gewoon zo. We're caught in the little box. We're in the little box. You have to sometimes think outside of the box, you know. Yes, toch. You gotta think outside of the box. Sommige de heer heeft gesproken. Jawel. Ik wil nogmaals iedereen van harte welkom heten bij een nieuwe live en direct. Met de one and only Steven Sol op het kanaal van Nippelwijs. Mijn naam is MCJR. Als allereerst Steven Sol, how you doing, baby? Ja, man. Gaat goed. Naar omstandigheden, weet je. Coronavirus. Heel de dag thuis, dus... En zo vaak mogelijk thuis blijven, je weet toch. Tenzij ik boodschappen moet doen. Maar voor de rest wel, ja, chill. Baby on the way. Mm-hmm. Dus, I'm here, man. We're gonna get into the baby stuff, my brother. Dat sowieso, daar hebben we heel veel tijd voor, gelukkig. Want we zijn een uur live met Steamsol. En je vraagt je waarschijnlijk af, waarom heb ik een roos? Waarom heb je een roos? Dat ga ik vertellen. Want in mijn opinie is Steven misschien wel een van de meest sexy mannen in deze stad. En dan moet je natuurlijk wel even dat laten zien door middel van een beeldschone roos aan te bieden. Dus die geef ik even aan jou door de livestream. Hey, ja man, ik heb hem. Ja? Ik heb mijn roos, wacht even. Okay. Oh, kijk hem daar. Kijk hem daar. Oh yo! Magic reception. Man. Blue magic. Nice. Zo, jullie weten niks. Ik wil inklappen gelijk met het volgende. Zou jij liever je voorouders bezoeken of je kleinkinderen? Zo. Zo, dat is wel een vraag, man. Dat is echt een juiste vraag. Ik zeg eerlijk, ik vind die moeilijk. Waarom? Omdat ik zou heel graag willen weten wie mijn voorouders waren. En dan vooral waar we vandaan kwamen. Omdat, ja, je hebt Caverië. Caverië is een kleine eiland. Net naast Afrika, maar behoort bij het continent Afrika natuurlijk. Maar wij zijn daar natuurlijk gebracht, slavernij en dergelijke. Dus, weet je, dat is ons plekje eigenlijk, weet je. Maar ik wil weten wat daarvoor is. Dus als ik weet wie mijn voorouders zijn, waar ze vandaan komen, ik ga stuk. Leon. Ja man, dus eigenlijk zou ik dat ook wel weten. En de toekomst... Ja, je weet toch, je nageslacht. Ja. Wie komt er naar je? Maar er gaat sowieso ook heel veel veranderen. Eigenlijk weet je tussen haakjes al wie. Dus ik denk dat ik kies voor de toekomst. Want het verleden staat al vast. Snap je? Dat is gedeeltelijk zeker. Dan. Zeker. Daarom. Ben je ooit bezig geweest met het zoeken naar je voorouders? Je stam, zeg maar. Hoe noem je dat? Oh, mijn roots gewoon. Ja, je roots, ja. What up, Kampi? What's up, Paka? Ik zie P4 Basics, a.k.a. PK. Shout out. Veel toffe mensen in deze stream van alle de dag. Mensen. Als het goed gaat met je en je bent in de stream right now, zet even een duimpje. Of zet er 2, of zet er 3. Misschien voel je extra goed. Zet je er gewoon 5, gewoon omdat het kan. Ja, toch. Mijn schatje Leila natuurlijk, mijn lieverd. Ja. Hey, Katholieke Romo. Wat zeg jij, Jonathan? In de toekomst kan je klein kind jou misschien bezoeken met een tijdmachine. Nice! Zo heb ik het nog niet eens bekeken. Dat vind ik heel erg dope. Ja, ik wil gelijk even inhaken. Want je had het over nageslacht. En zoals we weten is jullie nageslacht is onderweg. Hoeveel geluk...
voel je nu on a scale from 1 to 10? Ja! Honey, real quick. 0 to 100 real quick, gewoon. Ja, hè? Ja, maar nee, sowieso heel blij dat ik een kleine krijg. Ook blij met mijn vriendin, sowieso. Ook blij dat ik dit met haar kan delen. Weet je, oh my gosh! Nee, shout out naar Lela! Natuurlijk, ja, moet wel toch. Nee, we hebben gewoon gezegd, van, je weet toch, we gaan ervoor. Ja, en dat is wel heel erg wat ik niet zo snel zag zitten, dat ik zo snel, zeg maar, oké, let's go, we gaan het gewoon proberen. Maar ik denk ook gewoon dat het ja, met de leeftijd mee te maken heeft en ook gewoon de manier waarop we beide maar staan in ons leven. Dus je weet toch. Ja, ja. Dus, ja, to a beautiful couple, man. Het is echt, ik weet niet, of de mensen, als je in deze stream een van beide of allebei volgt op Instagram, zie je hoeveel liefde er is tussen die twee en de leuke dingen die ze samen doen en hoe ze hun liefde ook uiten naar elkaar en de buitenwereld is echt mooi. Is een voorbeeld, denk ik, voor veel couples. Hashtag couple goals. Oké, Steven Soul, dus... ik ben ook benieuwd. Ik ben zelf vers vader. Ja, toch? Mijn wife is bijna 2 jaar. En ik herinner me heel goed de periode waar jij eigenlijk nu in zit. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Waar kijk je heel erg naar uit? En waar vrees je heel erg voor? Heel eerlijk. Ik ben altijd de persoon geweest van... het zal op me afkomen. En... Ik probeer, ik zeg niet dat ik altijd positief ben, maar ik probeer altijd zo positief mogelijk te zijn over mijn pad, weet je. Of, ook al ben ik nu ergens, waar ik nu niet per se denk van, yo, het gaat super geweldig of goed. Er zijn altijd mensen die minder hebben als jij of mij of wie dan ook, weet je. Dus ik denk altijd in die zin van, weet je, I'm good, we good. Zelfs in deze coronatijd, weet je, gaat best goed. Weet je, er zijn genoeg mensen die wel overlijden aan corona. Dus denk van, if you ain't that person, bro, je moet gewoon blij wezen. En focus gewoon op het beste van jezelf, maar ook gewoon van, ja, om je heen. Tuurlijk kan het niet altijd, maar voor mijzelf, ik ben gewoon blij überhaupt dat die kind gaat komen. Waar ik op een verheugen gewoon. Eigenlijk gewoon heel de dag spelen, dom doen. En eigenlijk dat je twee kinderen gewoon ziet. Dus dit gaat eigenlijk op ons twee letten in plaats van dat wij samen. Ik ben zelf zo ook, je weet wel. Ik ben echt, maar ik hou van baby's al sinds kleins af aan. Ben ik echt zo'n guy van, hey, yo, geef me, of hou, dat ik het wil vasthouden en zo. Spelen en dat soort dingen. Dus ik weet niet, man. Ik ben dol enthousiast gewoon erover. Het enige waar ik over vrees is, ja, gewoon, je toch, standaard dingen zoals ziek worden, injuries, ja, dat soort dingen. Voor de rest, ja, het gaat sowieso allemaal gebeuren. Weet je, iedereen overkomt wel iets, dus. We have no control, brother, ja, whatsoever. Geen controle. Ja. Weet je, al doe je de beste dingen, al ben je de beste jongen of meisje, weet ik veel wat. Dat gaat je sowieso overkomen, gewoon. Je zoekt het niet. Het zoekt jou op, weet je. Ja, man. That's it, man. Facts. Heel mooi gesproken ook. Ik vind het mooi dat ook de manier is waarop je erin staat. En ik, in mijn mening, ik ken jou al best wel een tijd. En hoe ik je ken als persoon, weet ik gewoon eigenlijk 100% dat jij een super toffe, geweldige vader gaat zijn. Daar is echt geen enkele twijfel over mogelijk. En misschien moeten we ook gewoon maar eens even alvast in de toekomst wat baby dates gaan plannen. Je weet toch, hey. Even met die kids naar buiten, toch gezellig, man. Leuk. Ja, man. Wow. Hey. Maar ik ben ook benieuwd naar jou, zeg maar. Hoe snel gaat dat voor jou eigenlijk? Want je hebt nu al een meisje, een jean. Ja. Hoe snel gaat dat voor jou? Zeg maar, baby naar twee? Het gaat snel, man. Het gaat heel snel. En ik persoonlijk heb bewust ervoor gekozen toen om een stapje gas terug te nemen. En dat ging dan toen met name om muziek, omdat ik daar gewoon heel erg druk mee was. Om echt gewoon te genieten, weet je wel. Dus ik ben heel erg blij dat ik de tijd heb genomen om echt die precious time, mee te maken. Omdat dat, ja, het is heel cliché. Iedereen zegt het, je krijgt het niet meer terug, die tijd. En je kan het niet overdoen. En dat is ook echt zo. Als ik zie hoe snel ze nu al
door mijn woonkamer rent en alles kapot Ja, maakt ja. en praat en roept en dit en dat en leert. In tegenstelling tot echt begin, dat ze echt zo alleen afhankelijk was. Veel meer van ons dan dat ze nu is. Weet je, nu trekt ze gewoon een beetje de eigen plan. Als ze geen zin heeft om met mij te spelen, loopt ze gewoon weg. En dan gaat ze ergens anders spelen. En dan denk ik, oh, oké, okay, nou, you're done. Oké, okay, cool. Ja, dan heb ik er gewoon. Dus het is heel erg leuk om die ontwikkeling te zien. En ja, man, het gaat heel snel, bro. Het gaat heel erg snel. Gewoon heel erg snel. Ja, man. Ja, maar het is beautiful. It's beautiful, man. Zeker waar. I'm kind Ik of kan ook tearing niet up op right wachten. now. Weet je waar ik niet op kan wachten eigenlijk? Al die dingen die kids gewoon zeggen, gewoon alsof niks aan de hand is. Ze hebben gewoon Ja. geen blad voor hun mond, gewoon. Ze zeggen gewoon Precies. waar het op staat. En dat vind ik tof. En ook mooi. En grappig. Ja, En ik ze ga zien de helemaal door. wereld zoals het daadwerkelijk is, man. Ja, En man. even gesproken over. We komen sowieso weer terug bij de babystaf. Maar even gesproken over hoe we de wereld zien. Hoe zie jij de wereld op dit moment? Want het is, zonder het te overdrijven, super kut natuurlijk. Wat er op dit moment allemaal gebeurt. Heel veel Ja. mensen raken beïnvloed door corona. En door alle consequenties die het heeft op ons als een maatschappij, als een cultuur, als een community. Ja. Als een samenleving. En hoe is dat voor jou? Hoe sta jij erin? Hoe ga je er op dit moment mee om? Want je bent natuurlijk professional danser, dus ja, dat beïnvloedt jou natuurlijk ook als geen ander. Ja. Hoe doe je dat op dit moment? Nou, hoe ik dat op dit moment doe. Eigenlijk, ja, het heeft me sowieso wel geraakt. Want ja, je weet toch, je hebt gewoon standaard dingen die je altijd doet, gewoon, weet je. En dat valt gewoon praktisch eigenlijk, ja, het valt gewoon allemaal neer. Zoals ik Ja. deed shows bijvoorbeeld voor Tonic Mama. Dat is in Amsterdam. Daar werk ik al een tijdje voor. En, Kan je even snel ook kort vertellen wat dat precies allemaal is en wat je daar doet? Ja, je dans in die show, maar Tonic wat het allemaal inhoudt? Mama is een gezelschap. Ze doet daar allemaal verschillende producties die ze daar maken, gewoon voor dansers eigenlijk. En dat valt nu dus helemaal weg eigenlijk. En ja, dat is heel jammer, omdat ik daar al een tijdje werk. En dat is ook een van mijn grootste inkomstenbronnen, tussen haakjes dan. Die ook gewoon eigenlijk, ja, elk jaar is er wel een ander iets waar ik op kan bouwen, zeg maar, daar. Dus Ja. dat is een van de dingen waar ik denk van, ja man, hey, dit kan ik goed gebruiken. En dat valt nu weg. Ja, dat. Ik geef lessen ook gewoon elke week. Gelukkig kan ik die online wel voortzetten. Helaas is dat niet zoals ja, daarvoor, weet je, zeg maar, dezelfde energie die je Ja. hebt als in face-to-face. Je kan iemand goed begeleiden. Dus dat is wel jammer. Ja, hoe ik daar nu naartoe kijk. Zeg maar, is ik denk wel van, yo, hey, ik moet nu wel stappen gaan zetten tussen haakjes. Maar aan de andere kant heeft het me ook wel veel, ja, het heeft me laten denken, weet je, van, het kan ook zo over zijn. En ook gewoon, nu ik ook die babyopkomst is van, oké, ik moet nu wel een beetje aanpoten sowieso. En tegelijkertijd ben ik ook gewoon bezig met de babykamer. Ja. Dus dat is wel een, weet je toch? Een ding waar ik denk van, oké, dit is wel flex eigenlijk. Weet je, Dus deze. je hebt voor je gevoel wel een bepaalde positiviteit en voordeel uit deze tijd kunnen trekken. En dan ja, dat je inventief bent om het in te vullen natuurlijk dan. Ja, gelukkig wel. Kan nu de babykamer gewoon echt inrichten met mijn vriendin. We hebben genoeg tijd om alle spullen uit te zoeken, weet je. Mijn vriendin is ook niet thuis. Zij werkt vanuit huis dan, weet je. Dus dat is ook heel anders. Dus dan kan ik nog gewoon flex, gewoon echt checken van, oké, wat kunnen we vandaag doen voor de baby? Weet je, voor de babykamer, et cetera. Dus dat is flex. En voor de rest, ja, is wel jammer. En hoe is het met het contact dan, hè? Want natuurlijk, ja, je wil eigenlijk met iemand die zwanger is vooral geen risico lopen. Hoe doen jullie dat? Ja. Hebben jullie beiden nog wel contact met andere mensen? Komen de mensen over de vloer of dat helemaal niet echt? Nou, eigenlijk niet. We proberen dit gewoon echt. Ja, we zijn zo voorzichtig mogelijk. Dus we proberen geen contact te leggen eigenlijk. Alleen als het echt nodig is, dan doen we dat bij wijze van spreken. Dus we proberen eigenlijk niet zoveel mee te doen met.
Met allemaal verschillende activiteiten of wat dan ook, weet je. We zijn gewoon thuis elke dag. Als we boodschappen moeten doen, weet je, dat is wel een necessity, dus dan ga je dat doen. Maar we gaan niet, I don't know, corona party, weet je toch? Ik zie er al gaan met die beren. Corona Ja. Hey, ze party. heeft wel energie hoor. Ik geloof het. Ik wel echt gewoon. Tenminste, we proberen elke dag te trainen. Dus dan gaan we joggen gewoon buiten. En doen we gewoon oefeningen en zo. En ja, man. Is wel een aparte tijd gewoon, weet je. Je doet eigenlijk gewoon. Ik ga een stuk, deze guy. Doe het! Ja, man. Nee, Dus maar is wel een je weet toch ja, ik weet niet of je dit weet, maar die livestream van Tory Lanez, weet je Oh toch? ja. En dan Leo is die man die ad-libs doet, alleen je hoort hem niet, toch? Hij doet die ad-libs gewoon elke keer in die comments. Gewoon. Ik ga brokken, joh. Ik ga stuk. Live, Deze keer, man. ja, man. Heerlijk. Hey, gesproken over Leo. Ja, ik wil eigenlijk ingaan op de volgende ding, maar dan komen elke keer wel allemaal dingen die ik bedenk van, hey, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. En misschien de mensen in deze livestream ook wel. Jij en Leo gaan mad lang al terug, bro. Ja, man. Hoe is dat? Hoe is jullie band ontstaan? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? En oh, daar komt hij al. Nee, kerel. Niet liegen, man. Leo liegt om in, hè. Jullie weten niks. Deze man liegt. Nee, geintje, hij liegt niet. Maar in ieder geval, ik zag hem niet. Ik rende gewoon. Maar ik keek achterom. Leo was er, maar ik keek niet naar Leo. Dus dan, ja, weet ik veel. Dan focus ik niet op jou. Ik keek naar mijn vriendin. Want mijn vriendin, die was achter mij aan het rennen. Dus ik kijk af en toe van, hey, yo, is she good? Je weet toch, met de benen gewoon met de buik, weet je. Dus ik denk van af en toe kijk ik om te checken van, is she okay? Dus ja, Leo die liep echt tussen ons in gewoon. En opeens, ik kijk zo. Ik denk, ik zie Leo. Ik denk, hè? Wie is deze? Hey, hoe heet de ene guy, die black superhero? Die op Netflix. Hoe heet die black superhero op Netflix? Black Lightning. Ja, Black Lightning. Ik kijk zo, ik denk, wie is Black Lightning? Walking Tall. Je weet toch? Deze man is daar. Kijk zo, maar ook die wakker, als je hem zo ziet rennen toch, en die serieuze blik van hem, je gaat helemaal brokken, kerel. Ik zeg helemaal. En dan, Ja, man. ik weet al Je weet. jouw Halloween kostuum, man, Leo. Hou op met Ja, hem, toch? man. Hé, Franka, die niet. Diem in de building. Maar nee, sowieso, Leo ken ik lang, lang, lang wel. Het begon, zeg maar, eigenlijk met Hip-Hop Huis bij de oude locatie, bij Koolhaven. Daar heb ik hem leren kennen. Vervolgens, nee, eigenlijk daarvoor zelfs, ik lieg. Zijn ouders kennen mijn ouders. Ja. Maar dat was, ja, toen was het nog een beetje gewoon, ja. Hey, ik ken elkaar, hey, joh, vaka, vaka. Is via via, je weet toch, is heel anders. Ja, door het dansen ben ik hem eigenlijk echt goed leren kennen. Het ging van Hip-Hop Huis, waar ik echt les volgde. Volgens mij heb ik ook les van hem gevolgd. Daarna ben ik met hem in de kroeg, in dezelfde kroeg gezeten. Daarvoor zelfs gingen we nog uit samen bij Of Corso. Ik weet wel, dat noemden we toen de tijd, noemen we dat, hoe noemden wij dat? Ah, wow, wacht, wacht, wacht. Hier kom ik op terug, hier kom ik op terug. Dat is goed, dat Maar is in goed, ieder dat is geval. goed. Dus. Maar het is leuk dat je ook leuk ook dat je vertelde over jullie crew. Want Ja. Paparazzi is Ja. in mijn optiek een legendary crew. Jullie hebben heel veel dingen zo in mijn optiek als eerste gedaan. Omdat dat, Ja. ja, in de tijd dat ik ook opkwam en dan in één keer op veel plekken kwam en naar Rotterdam begon te gaan om mezelf en zo. Weet je, was dat eigenlijk de eerste associatie met een danscrew die ik kreeg? Dus voor mij is dat ja, legendary. Maar hoe heb jij dat ervaren als lid van Paparazzi zelf, Paparazzi? Ja, heel eerlijk, het was een hele toffe periode en waar ik heel veel van heb geleerd ook. Heel veel heb meegemaakt, gezien en het ging gewoon eigenlijk zo vlug. Omdat je bent gewoon, we waren echt, ik kan letterlijk zeggen, dag in dag uit, van 9 tot 5 waren we daar bezig. Leo kan dit sowieso beamen en al die andere boys ook. SKVR kan het beamen zelfs, oh, yo, je weet niks. Maar we waren daar echt gewoon 24-7, we hebben elkaar zo goed leren kennen.
En dat was echt een hele toffe periode. Ja, in die periode hebben we van alles meegekregen, meegemaakt. Van internationaal tot nationaal, weet ik veel. Alles ging, ja, de dak vloog eraf, man. We waren overal, letterlijk. Dat was wel echt super. Om ook gewoon, weet je, van je passie gewoon je werk maken. Maar we waren er ook heel serieus mee bezig. En dat waardeer ik heel erg van die boys. We waren allemaal op één lijn, weet je. Dat was tof. Iedereen was gewoon op hun werkethiek. Iedereen was daar gewoon. Tuurlijk was er af en toe dingen, maar dat hoort erbij. Uiteindelijk was je gewoon broers, gewoon letterlijk. Ik ga echt gewoon heel die periode, zoveel rotzooi. Zoveel rotzooi. Opeens, ja, er gebeurde echt van alles in die training. Deel Gewoon. iets, deel even een leuke anekdote gewoon. Leo kan toch niet reageren, dus vertel even iets lees. Nee, oké. Ik ga het zeggen, maar ik ga niet precies zeggen wat, je weet toch. Maar cool, in ieder geval. Dus ja, het begint gewoon random op een dag, je weet toch. Je ziet elkaar elke dag. Je weet als je elkaar elke dag ziet, je wordt helemaal lauw van diegene. Zou best kunnen, hoeft niet per se. Dus je hebt altijd gewoon. We waren met 8 man of zo. Dus je hebt altijd gewoon. Nee, maak je geen zorgen, Lee. Maak je geen zorgen. Je hebt altijd. Ja, is gewoon zo. Je hebt altijd gewoon. Je hebt eilandvorming, je weet toch? Deze gaat met die hangen, deze gaat met die meer. Je weet toch? Opeens, je weet toch? Raakt zo verhit. De ene zegt gewoon iets en je bent gewoon helemaal van je apropos. Je denkt, hé, hey, kill, als je nu niet. Je weet toch? Je mond houdt. Bro, gaat nu shit gebeuren. Zo ging het letterlijk gewoon. Maar niet iets gebeuren, maar gewoon. Op de ene of andere moment was er gewoon een dance battle gewoon. Gewoon, oké, okay, ja, nu, let's go. Je weet toch? Gewoon zo. Echt, hey, als je ruzie hebt, wordt een Dan moet dance je battle. het, ja toch, we gaan bellen We gaan battle it out right now. Je hoort gewoon deze serieus gewoon in heel die trainingssessie. Bro, we kicken haar aan zo. En ik, hè? Fuck her soul sister, hey, je weet zeggen. hey, jawel, circle as dance, stamp the Ja yard man, please, kill, ja man. dat is een van de dingen gewoon echt letterlijk. Discussies gewoon letterlijk om, oké, gaan we dit wel doen of niet doen? Er zijn ook zoveel ideeën, dat was het probleem. Je weet dat iedereen heeft een idee, iedereen had er ging echt 1000%. En dat was heel mooi, maar tegelijkertijd ook gefrustreerd van elkaar. Echt para. Dus dat was echt tof, man. Gelukkig, ja, sorry, ik ga ook brok om Leo in de comments. Ja, hè? Yo. Step Yo. up. Ik ga stuk met deze guy. Hij is warm vanmiddag, joh. Maar Maar dit echt. is echt, ik krijg bij jullie crew, ik weet niet, als ik jullie bij elkaar zie, dan hoor ik ook gewoon Pump It Up van Joe Budden in mijn hoofd, gewoon. Ik zweer het. Het is gewoon echt. Hey, Natuurlijk. maar ik zeg killen. Dat was die tijd, hè? That Ja, was the man, was time, echt hè? tijd. Ja, hè? Ik weet het, Echt. man. All right, we're going into the next category of this live session. Want we hebben namelijk twee categorieën. En in die twee categorieën zitten ontzettend leuke vragen. Die zijn gemaakt door onze live en direct redactie. Jawel, shout out naar iedereen. Ook nogmaals naar Canvi en naar Check, Andrew check, check, Vineyard. En natuurlijk naar check. The One and Only Leo. Wat we zo meteen gaan doen, ik heb alle vragen genummerd. Nou, eerlijk gezegd ben ik dat nu gewoon heel snel nog aan het doen. maar jullie zien het niet, is allemaal buiten beeld, is allemaal toegestaan, is allemaal geoorloofd. Kan gewoon, we zijn live. We zijn live, quarantine guidelines. Wat we gaan doen zo meteen, ik ga jou voor de inhoudelijke vragen, ga ik jou een cijfertje vragen onder de 13. En Onder voor de de 13. live. Yes, en voor de lifestyle vragen ga ik de mensen uit het publiek vragen voor een cijfer onder de 15. En we gaan lekker gewoon beginnen met een cijfertje dat jij zelf uit kan kiezen. En dat zal er dan eentje zijn in de categorie inhoudelijke vragen. Oké, I'm ready. Are you ready? I'm ready. I'm ready, my You're ready. brother. All Ready. right. Okay. Infinity. 8. Wat heeft de culture jou opgeleverd? Zo. Wat heeft. Boom! Stuk. Boom! Wat heeft de culture mij opgeleverd? Ik begin gelijk bij het begin, want dat was het meest belangrijke
moment voor mij is dat ik werd heel open. Ik was een hele, hele bang jongen. Bang. Bang, verlegen eerder of echt bang? Ik was bang, verlegen. Ja, verlegen heel. Oh. Ja, ik ga strik, Leila. Leila, ga ik toe-eigenen. Ja, maar. Cute! Dripping, slime, cute! Ik was wel heel verlegen vroeger, ik zeg eerlijk. Ik was zo verlegen en door dan, zeg maar, begon ik echt gewoon uit mijn vel te kruipen, gewoon. Weet toch? En ja, dat was een van mijn belangrijkste dingen. Daarnaast, ik heb heel veel vrienden gemaakt, via dans eigenlijk, die ik nog steeds gewoon als broer zie, zussen gewoon. Is gewoon echt gewoon, ja, door dat ben ik echt gewoon gaan groeien ook als mens. Omdat ik, ja, gewoon al die mensen in mijn omgeving had, die me zoveel dingen lieten zien. En daarnaast ben ik, ja, wey yo, zo, laat me denken, man. Wat nog meer? Wat niet, is de vraag. Wey yo! Ja, toch, ja. Nee, dus sowieso, qua sociaal ben ik daar, daar wel in gegroeid. En naast de sociale groei ben ik ook, ja, zo. Ik kom even niet uit mijn woorden, maar ik ga even terug. Blablabla. Ja, dus dat. En gewoon, ik heb gewoon geleerd om ballen te tonen eigenlijk een beetje. Ja, man. Nee, je laat ze natuurlijk niet gewoon aan iedereen zien, maar in de figurative speech. Figurative. Oké. Ik heb ballen, man. Kijk hier. Nee. Ja. Ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd. Wat was jouw eerste aanraking met dans? Hoe kwam je er in één keer bij om te zeggen, yo, ik stap op die vloer en ik ga dit ook doen? Eigenlijk door mijn zus. Zeg maar, sowieso shout-out naar mijn zus. Forever, weet je toch? Shout-out naar mijn zus, Steven. Sowieso. Ja, man. Ik heb goede band van me. Ja, man. Echt met Deo, man. Vroeger hadden we altijd ruzie, maar je weet toch, je bent klein gewoon. Je weet toch, je bent gewoon een rascal. Gewoon je weet toch, zo'n annoying thing. Ik was altijd, ik gaf mijn zus altijd zoentjes. Echt 300. Dus ze werd een beetje panisch van mij. Mijn vriendin ook. Maar in ieder geval, mijn vriendin die kreeg ooit een uitnodiging voor een dansschool. Mijn zus kreeg een uitnodiging voor dans. En dus zij ging naar die dansschool. Ik dans 24-7, heel de dag thuis. Zo was ik vroeger. Ik was constant bezig. Ik had sowieso ADHD. Dus je weet toch, dat is, je weet toch, ik kan eindelijk mijn ei kwijt. Dus ik denk, zo, ik wil ook een uitnodiging. Waarom krijgt alleen zij een uitnodiging? Dus zij gaan naar die dansschool. Ik zeg, zo, ik wil ook gaan. En toen, ja, de rest geschiedenis, man. Ja, man. Fuck are you? That's a beautiful history, brother. We gaan naar de vragen vanuit. Hey, wat is dat? Naar het publiek. Zet ze naar de couch. Je weet het al. Hey, jammer. We gaan naar de lifestyle vragen. En daarvoor ga ik uit het publiek een nummertje onder de 15 vragen. Dus de eerste die een cijfer onder de 15 typt in de comments, die gaat die vraag krijgen. Oh, boom. 4. Wie is je celebrity crush? En nou weet ik dat je misschien mij gaat zeggen. Ik voel me heel erg vereerd, maar ik bedoel gewoon even buiten mij om, zeg maar. Buiten jou om. Crush. Crush, crush? Ja, wie is je celebrity crush? Zo, daar zeg je wat, man. Je moet ook heel voorzichtig antwoorden, want je vrouw zit in de comments en ook in dezelfde kamer. Het is gewoon in dezelfde kamer gewoon. Dus die slipper kan gewoon vliegen van de ene kant van de kamer naar de andere kant. Dat is niet moeilijk. Zo. pressure. Ik ga stuk. Celebrity crush. Wow, je zegt al je verhaal. Wow. Als je er zo lang over na moet denken, dan heb je het meestal niet. Dat is ook zo. What up, G-Van? Nee, sowieso. Kijk, ik ben eigenlijk niet van celebrity dingen, dit, dat. Waarom?
Omdat eigenlijk al de mensen die in mijn omgeving zijn, die inspireren mij. Daarom ben ik ook altijd met ze. Dat is serieus echt waar. Dat vind ik ook wel. Als je nu denkt van, oké, weet je wat? Celebrity crush, weet ik zo. Halle Berry. Oké? Maar ik vond het antwoord dat je ervoor gaf, vond ik mooier. Want dat is eigenlijk wel zo. Ja, Je bent toch? natuurlijk omringd door superveel toffe, mooie mensen die ook heel veel toffe dingen doen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat die liefde en die interactie die je met die mensen hebt, dat kan gelden als crush, soort van. Ja, toch, is normaal. Op de bank. Nee, maar. Weet je? Ze kiet mij. Er zijn Dat is ook cool. zoveel mensen hier zo die echt zulke goede dingen doen. En ook gewoon op hoog niveau. Ja. En ook gewoon. Ik zat er zelf ook zo vroeger in. Dat ik heel erg opkeek naar. Wow, Amerika. Weet je, dat was het ding van vroeger van mij. Waar ik echt. Nu dat ik denk van. Hey, yo, eigenlijk. Mijn motie zijn lauwer dan die mensen vandaan, man. Wie zijn hun? Wanneer besefte je dat voor het eerst? In welk moment van je leven was je toen? Welke fase? Zo. Ik weet het niet, man. Dat was echt misschien. Misschien 7 jaar terug of zo. Zoiets. Dat ik dacht van, yo, ik moet ook gewoon. Weet je, ik heb mijn mensen hier. Ik ben niet daar. Waarom ga ik mij focussen op iets wat niet. Tussen haakjes niet real is, weet je. Niet Je. En tastbaar. sowieso, ik ben altijd van geweest van het. Het stimuleren en positief. En ook gewoon. Ik ben altijd net als een mattie van mij. Als ik ergens naartoe ga, is het met een reden. Dus als ik uitging, had ik ook een reden. Bijvoorbeeld, mijn mattie had een visa. Ik ga naar die visa van mijn mattie. Want is mijn mattie. Dus ik ga sowieso naar Ja, jouw toch? visa komen. En ik ga niet op de gastenlijst. Ik betaal. Ik heb het echt altijd gedaan, weet je? Nice. Je bent een zeldzaam in je soort, Steven. Nee, er zijn genoeg mensen zoals ik. Nee, je niet. Je bent uniek, Steven. Stop talking Iedereen is uniek, schat. nonsense. Ja, toch? Is zo. Is zo. Ik zie heel veel toffe mensen ook inmiddels binnenkomen in onze chat. Shout out naar alle mensen van de hip-hop community, de hip-hop house family. Jawel. We love all Let's of go. y'all. Jawel. Ja, man. Wat was jouw eerste aanraking met het hiphophuis? Ik ben gewoon Hartjes. stiekem vragen erin aan het sneaken. Wat Gewoon zeg mijn je? eigen Sorry, vraag. kan je? Ik ben gewoon stiekem mijn eigen vraag erin aan het sneaken. Wat Mm. was jouw eerste aanraking met het hiphophuis? Ik denk Koolhaven misschien Eerste, wel dan. echt eerste aanraking? Zo. Dat weet ik niet. Ik kan me één ding wel heel goed weten. Wat ik echt super tof vind aan het hiphophuis. Dus ik kwam een keer. Reed ik volgens mij langs het hiphophuis, nee, langs het Koolhaven. Ik wist toen niet van het hiphophuis. Ik reed daar langs en ik zie opeens een podium, gewoon, zeg maar net langs het water bij Koolhaven daar. Net langs het water was een hele dikke podium gezet, zo niet te flashy, niet te gek, maar ook niet, weet je toch, crappy. Nee, gewoon precies goed, gewoon, weet je. Gewoon iedereen kon erbij, iedereen kon het zien. Je weet toch, we zijn hier. We zijn hier. Je weet toch, alle dingen. Hey, Den Vaka, je weet toch. Dus. In Ik zie building. opeens, volgens mij zie ik ook nog gewoon Leo en Jill. En ja, je weet toch, dat zijn nu, zijn dat mijn boys. Maar toen een tijd, ik keek zo, ik dacht, what the? En hun stonden toevallig op dat podium. Ik keek zo, ik dacht, zo, dat ziet er gek uit. Je weet toch, 50 Cent door je speakers. Kom je scooter? Nee, geintje, klopt. Dus, Dat zijn net bepaalde. je weet toch. Maar echt gewoon. Nee, was een andere. Was echt lang, lang, lang geleden, Leo. Ik kan het niet eens meer. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat was echt gruwelijk. Was daarvoor nog, ik weet 100% zeker. Was echt long, long time. Zag ik dat en ik was echt zo, hé. Dit is hard, man. Dit is echt hard. En wat mij trok, ik weet niet. Ik zocht volgens mij. Ik was op een andere dansschool, daar begon ik, bij KL toen de tijd. En daarna ben ik. Ik zocht wat anders. Ik zocht vernieuwing. Ik zocht wat anders. Ik zocht wat doops, weet je. En zo ben ik eigenlijk gekomen bij het hiphophuis. En sindsdien ben ik er eigenlijk altijd gebleven. Ja, gewoon meubilair, gewoon als het ware. Ja, ja. Toch? Ja, Toch? zeker. We gaan even naar de inhoudelijke vragen terug. Mag ik van jou een getal onder de 13, Mr. Song? 2007. Wat zeg je? Getal 2007, onder hoe de dat? 13.
En dan zeg jij 2007. Oh nee, dat Ja, zijn nee, de had ik comments. ook Ja, meteen. oh ja, ik zie het, ja. Getal onder de. Oké, let's go. Oh, Zei je Harlem. iets? Oh, ja, ik zei één. Oh, je zei Eén. één. Ik dacht al, die was je eerste inspiratie. Dat is misschien wel een goede vraag die aansluit op waar we het eerder al over hadden. Ja, Over mijn eerste inspiraties. inspiratie. MJ. MJ, wauw. Ja, wauw. En wat was je fascinatie met MJ? Wat speciaal aan hem trok je aan? De moves, de zang, de outfits, Alles was de. on point, man. Alles. Het was niet alleen zijn dans, muziek, gewoon. Ik weet nog een tijd dat Leo Atties droeg, gewoon. Die tijd kan ik mij herinneren. Dat is nu gewoon helemaal niet. Het is gewoon van de boot zo. Je Ik heb ziet wel Leo. foto's gezien, fotobewijs van die Ja, tijden, ja. inderdaad. Ja, man. Mensen, even ondertussen. Als jullie een keer even gewoon even scrollen zo in Leo's Facebook, dan kan je even hebben. Je ziet het gewoon niet voor je. Gewoon Leo met de pet. Maar ik zweer het. Deze guy draagt Ati vroeger. En deze is nu fashion model zo. Ja, is gewoon mooi boy. Tuurlijk. Hallo. We gaan check in om even te kijken hoe het gaat met onze broeder. Ja, daar is die! Kan ik hem zo zetten? Je Dat kan hem ook. ook zo zetten, maar dan moet ik misschien ook Ja. gaan leunen, anders is het een beetje Wat weird. zeg je? Ik zeg, misschien moet ik zo ook dan gaan zo leunen dan. Oh, oké. Okay. Ja, nee, ik had hem net zo gezegd. Hè, Maar jij staat een kwartslag gedraaid nu, hè? wacht even hoor. Hij staat op auto te draaien. Weet je wat? We're Ik hou hem caught. gewoon zo. We're caught. We're caught in the little box. We're in the little box. You have to Stephen sometimes have to Fulton. think outside of the box, you Yes, toch. You gotta think outside of the box. know. Sommige De Heer heeft tijden. gesproken. Jawel. Ik wil nogmaals iedereen van harte welkom heten bij je nieuwe Hey. live en direct. Met de one and only Stephen Soul op het kanaal van Nipperwijs. Mijn naam is MCJR. Als allereerst Stephen Soul, how you doing, baby? Ja, man, gaat goed. Naar omstandigheden, weet je. Coronavirus. Heel de dag Coronavirus! thuis, dus. En zo vaak mogelijk thuis Guidelines! blijven, je weet toch? Tenzij ik boodschap moet doen. Maar voor de rest wel. Ja, chill. Baby on the way. Dus, ja, yeah, I'm here, man. Hoe heet? We're gonna get into the baby stuff, my brother. Dat sowieso, daar hebben we heel veel tijd voor, gelukkig. Want we zijn een uur live met Simson. En je vraagt je waarschijnlijk af, waarom heb ik een roos? Waarom heb ik een Ja. roos? Waarom heb je een roos? Dat ga ik vertellen. Want in mijn opinie is Steven misschien wel een van de meest sexy mannen in deze stad. En Oké. dan moet je natuurlijk wel even dat laten zien door middel van een beeldschone roos aan te bieden. Dus die geef ik even aan Leuk. jou door de livestream, Hey, Steven. ja man, ik heb hem. Ja? Ik heb mijn roos, wacht Ja? even. Oké. Oh, kijk hem daar. Kijk hem hier. Kijk hem daar. Oh, Oh shit! Rose Magic, man. Inception. Blue Nice. Magic. Nice. Zo, jullie weten niks. Ik wil inklappen gelijk met het volgende. Zou Ja. jij liever je voorouders bezoeken of je kleinkinderen? Zo. Zo, dat is wel een vraag, man. Dat is echt een juiste vraag. Ik zeg eerlijk, ik vind die moeilijk. Waarom? Omdat ik zou heel graag willen weten wie mijn voorouders waren. En dan vooral waar we vandaan kwamen. Omdat, ja. Je hebt Kaverdië. Kaverdië is een kleine eiland. Net naast Afrika, maar behoort bij het continent Afrika natuurlijk. Maar wij zijn daar natuurlijk gebracht. Slavernij en dergelijke. Dus, weet je, dat is onze. Ja, dat is onze. Ja, ons plekje eigenlijk, weet je. Maar ik wil weten wat daarvoor is. Dus als ik weet wie mijn voorouders zijn, waar ze vandaan komen, ik ga stuk. Leo, je Leo, weet man. wel. Ja man, dus eigenlijk zou ik dat ook wel weten. En de toekomst zou ik, ja, je weet toch?
je nageslacht. Ja. Wie komt er naar je? Maar er gaat sowieso ook heel veel veranderen. Eigenlijk weet je tussen haakjes al wie. Dus ik denk dat ik kies voor de toekomst, want het verleden staat al vast. Snap je? Dat is zeker Gedeeltelijk waar. dan. Zeker. Daarom. Ben je ooit bezig geweest met het zoeken naar je voorouders, je stam, zeg maar? Hoe noem je dat? Oh, mijn Hoe roots bouw je gewoon. het? Ja, je roots, ja. Ja, What up, nee. Calvi? What up, Tjumeni? Kampi? What's up, Paka? Ik zie P4 Basics, a.k.a. PK. Shout out. Veel toffe Yeah. mensen in deze stream van de Alle dag. mensen Want hier als het zo. goed gaat met je en je bent in de stream right now, zet even een duimpje. Of zet er twee, of zet er drie. Misschien voel je je extra goed. Zet je er gewoon vijf, gewoon omdat het kan. Ja, toch. Mijn schatje Leila natuurlijk, mijn lieverd. Ja. Hey, Katholieke Romo. Wat zeg jij, Jonathan? In de Ja, dat is toekomst kan al je kleinkind jou misschien bezoeken met een tijdmachine. Nice! Dat is, ja, zo heb ik het nog niet eens bekeken. Dat vind ik heel erg dope. Ik wil gelijk even inhaken. Ja. Want je had het over nageslacht. En zoals we weten is jullie nageslacht is onderweg. Hoeveel geluk voel je nu on a scale from 1 to 10? Ja, honey, real quick. 0 to 100, real quick, gewoon. Ja, Ja, maar nee, sowieso heel blij dat ik een kleine krijg. Ook blij met mijn vriendin, sowieso. Ook blij dat ik dit met haar kan delen. Oh my gosh. Nee, shout joh. out naar Lela. Natuurlijk, ja, moet wel toch? Nee, we hebben gewoon gezegd: van, je weet toch, we gaan ervoor. Ja, En man. dat is wel heel erg wat ik niet zo snel zag zitten, dat ik zo snel zeg maar, oké, let's go, we gaan het gewoon proberen. Maar ik denk ook gewoon dat het ja, met de leeftijd mee te maken heeft. En ook gewoon de manier waarop we beide maar staan in ons leven. Dus je weet toch. Ja. Ja. Dus, Shout out to a beautiful couple, man. Het is echt, ik weet niet of de ja. mensen, als je in deze stream een van beide of allebei volgt op Instagram, zie je hoeveel liefde er is tussen die twee en de leuke dingen die ze samen doen en hoe ze hun liefde ook uiten naar elkaar en de buitenwereld is echt mooi. Is een voorbeeld, denk ik, voor veel couples. Hashtag couple goals. Oké, Steven Soul. Dus ja, Ja. ik ben ook benieuwd. Ik ben zelf vers vader. Mijn Ja, jongste toch? wijfie is bijna 2 jaar. En ik herinner me heel goed de periode waar jij eigenlijk nu in zit. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd, waar kijk je heel erg naar uit en waar vrees je heel erg voor? Heel eerlijk, ik ben altijd de persoon geweest van het zal op me afkomen. En ik zeg niet dat ik altijd positief ben, maar ik probeer altijd zo positief mogelijk te zijn over mijn pad, weet je. Of, ook al ben ik nu ergens ja, waar ik nu niet per se denk van, yo, het gaat super geweldig of goed. Er zijn altijd mensen die minder hebben als jij of mij of wie dan ook, weet je. Dus ik denk altijd in die zin van, weet je, I'm good, we good. Zelfs in deze coronatijd, weet je, gaat best goed. Weet je, er zijn genoeg mensen die wel overlijden aan corona. Dus denk van, if you ain't that person, bro, je moet gewoon blij wezen. En focus gewoon op het beste van jezelf, maar ook gewoon van, ja, om je heen. Tuurlijk kan het niet altijd, maar voor mijzelf, ik ben gewoon blij überhaupt dat die kind gaat komen. Waar ik op kan verheugen, gewoon. Eigenlijk gewoon heel de dag spelen, dom doen. En eigenlijk dat je twee kinderen gewoon ziet. Dus dit gaat eigenlijk op ons twee letten in plaats van dat wij samen. Ik ben zelf zo ook. Je weet toch, ik ben echt. Maar ik hou van baby's al sinds kleins af aan. Ben ik echt zo'n guy van. Hey, yo, geef me. Of hou, dat ik het wil vasthouden en zo. Spelen en dat soort dingen. Dus ik weet niet, man. Ik ben dol enthousiast gewoon erover. Enige waar ik over vrees is, ja, gewoon, je toch, standaard dingen zoals ziek worden, injuries, ja, dat soort dingen. Voor de rest, ja, het gaat sowieso allemaal gebeuren. Weet je, Ja. iedereen overkomt wel iets, dus. We have no control, brother, Ja, je hebt geen whatsoever. controle op whatsoever. Ja, Weet je, man. al doe je de beste dingen, al ben je de beste jongen of meisje, weet ik veel wat.
Dat gaat je sowieso overkomen, gewoon. Je zoekt het niet, het zoekt jou op, weet je. Ja, man. That's it, Ja, man. facts, facts. Heel mooi gesproken ook. Ik vind het mooi dat dat ook de manier is waarop je erin staat. En ik, in mijn mening, ik ken jou al best wel een tijd. En hoe ik je ken als persoon, weet ik gewoon eigenlijk 100% dat jij een super toffe, geweldige vader gaat zijn. Daar is echt geen enkele twijfel over mogelijk. En misschien moeten we ook gewoon maar eens even alvast in de toekomst wat baby dates gaan plannen. Je weet toch, ga Hey. even met die kids naar buiten, toch? Gezellig, man. Leuk. Ja, man. Jawel. Hey. Maar ik ben ook benieuwd naar jou, zeg maar. Hoe snel gaat dat voor jou eigenlijk? Want je hebt nu alle meisje, een G. Hoe snel gaat dat voor jou? Zeg maar, baby naar twee. Het gaat snel, man. Het gaat heel snel. En ik persoonlijk heb bewust ervoor gekozen toen om een stapje gas terug te nemen. En dat ging dan toen met name om muziek, omdat ik daar gewoon heel erg druk mee was. Om echt gewoon te genieten, weet je wel. Dus ik ben heel erg blij dat ik de tijd heb genomen om echt die precious time. Die precious time mee te maken. Omdat dat, ja, het is heel cliché. Iedereen zegt het, je krijgt het niet meer terug, die tijd. En je kan het niet overdoen. En dat is ook echt zo. Als ik zie hoe snel ze nu al door mijn woonkamer rent en alles kapot Ja, maakt ja. en praat en roept en dit en dat en leert. In tegenstelling tot echt begin, dat ze echt zo alleen afhankelijk was. Veel meer van ons dan dat ze nu is. Weet je, nu trekt ze gewoon een beetje de eigen plan. Als ze geen zin heeft om met mij te spelen, loopt ze gewoon weg. En dan gaat ze ergens anders spelen. En dan denk ik, oh, oké, okay, nou, you're done. Oké, okay, cool. Ja, ga maar lekker gewoon. Dus het is heel erg leuk om die ontwikkeling te zien. En ja, man, het gaat heel snel, bro. Het gaat heel erg snel. Gewoon heel erg snel. Ja, man. Ja, maar het is beautiful, man. Zeker waar. Hoe kan Ik ik kan ook tieren niet dan op bijna? wachten. Weet je waar ik niet op kan wachten eigenlijk? Al die dingen die kids gewoon zeggen, gewoon alsof niks aan de hand is. Ze hebben gewoon Ja. geen blad voor hun mond, gewoon. Ze zeggen gewoon Precies. waar het op staat. En dat vind ik tof. En ook mooi. En grappig. Ja, En ik ze ga zien de helemaal kort. wereld zoals het daadwerkelijk is, man. Ja, En man. even gesproken over. We komen sowieso weer terug bij de babystaf. Maar even gesproken over hoe we de wereld zien. Hoe zie jij de wereld op dit moment? Want het is, zonder het te overdrijven, super kut natuurlijk. Wat er op dit moment allemaal gebeurt. Heel veel Ja. mensen raken beïnvloed door corona. En door alle consequenties die het heeft op ons als een maatschappij, als een cultuur, als een community, Ja. als een samenleving. En hoe is dat voor jou? Hoe sta jij erin? Hoe ga je er op dit moment mee om? Want je bent natuurlijk professional danser, dus ja, dat beïnvloedt jou natuurlijk ook als geen ander. Ja. Hoe doe je dat op dit moment? Nou, hoe ik dat op dit moment doe. Eigenlijk, ja, het heeft me sowieso wel geraakt. Want ja, je weet toch, je hebt gewoon standaard dingen die je altijd doet, gewoon, weet je. En dat valt gewoon praktisch eigenlijk, ja, het valt gewoon allemaal neer. Zoals ik deed shows bijvoorbeeld voor Tonic Mama. Dat is in Amsterdam. Daar werk ik al een tijdje voor. En Kan je even snel ook kort vertellen wat dat precies allemaal is en wat je daar doet? Ja, je danst in die show, maar Tonic Mama wat het allemaal inhoudt? is een gezelschap. Dus doet daar allemaal verschillende producties die ze daar maken, gewoon voor dansers eigenlijk. En dat valt nu dus helemaal weg eigenlijk. En ja, dat is heel jammer, omdat ik daar al een tijdje werk. En dat is ook een van mijn grootste inkomstenbronnen, tussen haakjes dan. Die ook gewoon eigenlijk, ja, elk jaar is er wel een ander iets waar ik op kan bouwen, zeg maar, daar. Dus Ja. dat is een van de dingen waar ik denk van, ja man, hey, dit kan ik goed gebruiken. En dat valt nu weg. Ja, dat. Ik geef lessen ook gewoon elke week. Gelukkig kan ik die online wel voortzetten. Helaas is dat niet zoals ja, daarvoor, weet je, zeg maar, dezelfde energie die je Ja. hebt als in een face-to-face. Je kan iemand goed begeleiden. Dus dat is wel jammer. Ja, hoe ik daar nu naartoe kijk. Zeg maar, is ik denk wel van, yo, hey, ik moet nu wel stappen gaan zetten tussen haakjes. Maar aan de andere kant heeft het me ook wel veel, ja, het heeft me laten denken, weet je, van, het kan ook zo over zijn. En ook gewoon, nu ik ook die baby opkomst is van, oké, ik moet nu wel een beetje aanpoten sowieso. En tegelijkertijd ben ik ook gewoon bezig met de babykamer. Ja. Dus dat is wel een, weet je toch? Een ding waar ik denk van, oké, dit is wel flex eigenlijk.
Weet je, Dus deze. je hebt voor je gevoel wel een bepaalde positiviteit en voordeel uit deze tijd kunnen trekken. En dan, ja, dat je inventief bent om het in te vullen natuurlijk dan. Ja, gelukkig wel. Ik kan nu de babykamer gewoon echt inrichten met mijn vriendin. We hebben genoeg tijd om alle spullen uit te zoeken, weet je. Mijn vriendin is ook niet thuis. Zij werkt vanuit huis dan, weet je. Dus dat is ook heel anders. Dus dan kan ik nog gewoon flex, gewoon echt checken van oké, wat kunnen we vandaag doen voor de baby, weet je, voor de babykamer, et cetera. Dus dat is flex. En voor de rest, ja, is wel jammer. En hoe is het met het contact dan, hè? Want natuurlijk, ja, je wil eigenlijk met iemand die zwanger is vooral geen risico lopen. Hoe doen jullie dat? Ja. Hebben jullie beide nog wel contact met andere mensen? Komen de mensen over de vloer of dat helemaal niet echt? Nou, eigenlijk niet. We proberen dit gewoon echt. Ja, we zijn zo voorzichtig mogelijk. Dus we proberen geen contact te leggen eigenlijk. Alleen als het echt nodig is, dan doen we dat bij wijze van spreken. Dus we proberen eigenlijk niet zoveel mee te doen met allemaal verschillende activiteiten of wat dan ook, weet je. We zijn gewoon thuis elke dag. Als we boodschappen moeten doen, weet je, dat is wel een necessity, dus dan ga je dat doen. Maar we gaan niet, Arno, coronaparty, weet Ik zie er al gaan met die beren. Ja. Hey, je zit Coronaparty! wel energie, hoor. Ik geloof Ik wil wel echt gewoon, tenminste, we proberen elke dag te trainen. het. Dus dan gaan we joggen gewoon buiten. En doen we gewoon oefeningen en zo. En ja, man. Is wel een aparte tijd gewoon, weet je. Je doet eigenlijk gewoon. Ik ga een stuk, deze Doe guy. het. Doe het! Ja, man. Er Leland, is wel een je weet toch ja, ik weet niet of je dit weet, maar die livestream van Tory Lanez, weet je Oh, toch? ja. En dan Leo is die man die ad-libs doet, alleen je hoort hem niet, toch? Hij doet die ad-libs gewoon elke keer in die comments. Gewoon. Ik ga brokken, joh. Ik ga stuk. Deze Live, keer, man. ja, man. Heerlijk. Hey, gesproken over Leo, ja, ik wil eigenlijk ingaan op de volgende ding, maar dan komen elke keer wel allemaal dingen die ik bedenk van, hé, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. En misschien de mensen in deze livestream ook wel. Jij en Leo gaan mad lang al terug, bro. Ja, man. Hoe is jullie band ontstaan? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? En, oh, daar komt hij al. Nee, kerel. Niet liegen, man. Leon liegt om je, hè. Jullie weten niks. Deze man liegt. Nee, geintje, hij liegt niet. Maar in ieder geval, ik zag hem niet. Ik rende gewoon. Maar ik keek achterom. Leo was er, maar ik keek niet naar Leo. Dus dan, ja, weet ik veel, dan focus ik niet op jou. Ik keek naar mijn vriendin, want mijn vriendin, die was achter mij aan het rennen. Dus ik kijk af en toe van, hey yo, is she good? Je weet toch, met de benen, gewoon met de buik, weet je. Dus ik denk van, af en toe kijk ik om te checken van, is she okay? Dus ja, Leo, die liep echt tussen ons in gewoon. En opeens, ik kijk zo, ik denk, ik zie Leo. Ik denk, hè? Wie is deze... Hey, hoe heet de ene guy, die Black Superhero? Die op Netflix. Hoe heet die Black Superhero op Netflix? Black Lightning. Ja, Black Lightning. Ik kijk zo, ik denk, wie is Black Lightning? Walking Tall. Je weet toch? Deze man staat. Ik kijk zo, maar ook die wakker, als je hem zo ziet rennen toch? En die serieuze blik van hem. Je gaat helemaal brokken, kerel. Ik zeg helemaal. En dan, Ja, man. ik weet al Je weet. jouw Halloween kostuum, man, Leo. Hou op met Ja hem, man. toch? Hey, Franka, die niet. Diem in de building. Maar nee, sowieso Leo ken ik lang, lang, lang wel. Het begon zeg maar eigenlijk met Hip Hop Huis bij de oude locatie, bij Koolhaven. Daar heb ik hem leren kennen. Vervolgens, nee, eigenlijk daarvoor zelfs, ik lieg. Zijn ouders kennen mijn ouders. Ja. Maar dat was, ja, toen was het nog een beetje gewoon, ja. Hey, toch, ik ken elkaar. Hey, joh, vaka, vaka. Is via via, je weet toch, is heel anders. Ja, door dansen ben ik hem eigenlijk echt goed leren kennen. Het ging van Hip-Hop Huis, waar ik echt les volgde. Volgens mij heb ik ook les van hem gevolgd. Daarna ben ik met hem in de kroeg, in dezelfde kroeg gezeten. Daarvoor zelfs gingen we nog uit samen bij Of Corso. Ik weet wel, dat noemden we toen de tijd noemen we dat
Hoe noemden wij dat? Ah, wow, wacht, wacht, wacht. Hier kom ik op terug, hier kom ik op terug. Hey, dat is goed, dat Maar is in goed, ieder dat is geval, goed. dus... Maar het is leuk dat je ook, leuk ook dat je vertelde over jullie crew. Want Ja. Paparazzi is Ja. in mijn optiek een legendary crew. Jullie hebben heel veel dingen zo in mijn optiek als eerste gedaan. Omdat dat, ik, Ja. ja, ik in de tijd dat ik ook opkwam en dan denk ik op veel plekken kwam en naar Rotterdam begon te gaan om mezelf en zo. Weet je, was dat eigenlijk de eerste associatie met een danscrew die ik kreeg. Dus voor mij is dat ja, legendary. Maar hoe heb jij dat ervaren als lid van Paparazzi zelf, Paparazzi? Ja, heel eerlijk, het was een hele toffe periode die, en waar ik heel veel van heb geleerd ook. Heel veel heb meegemaakt, gezien en het ging gewoon eigenlijk zo vlug. Omdat je bent gewoon, we waren echt, ik kan letterlijk zeggen, dag in dag uit, van 9 tot 5 waren we daar bezig. Leo kan dit sowieso beamen en al die andere boys ook. SKVR kan het beamen zelfs, oh yo, je weet niks. Maar we waren daar echt gewoon 24-7, we hebben elkaar zo goed leren kennen. En dat was echt een hele, hele toffe periode. Ja, in die periode hebben we van alles meegekregen, meegemaakt. Van internationaal tot nationaal, weet ik veel. Alles ging, ja, de dak vloog eraf, man. We waren overal, letterlijk. Dat was wel echt super. Om ook gewoon, weet je, van je passie gewoon. Gewoon je werk maken. Maar we waren er ook heel serieus mee bezig. En dat waardeer ik heel erg. Van die boys waren allemaal op één lijn, weet je. Dat was tof. Iedereen was gewoon op hun werkethiek. Iedereen was daar gewoon. Tuurlijk was er af en toe dingen. Maar dat hoort erbij. Uiteindelijk was je gewoon broers. Gewoon letterlijk. Ik ga echt gewoon heel die periode. Zoveel rotzooi. Zoveel rotzooi. Opeens. Ik ben er echt van alles in die training. Deel gewoon... iets. Deel even een leuke anekdote gewoon. Leo kan toch niet reageren. Ik zal even iets lezen. Nee, oké. Ik ga het zeggen, maar ik ga niet precies zeggen wat. Je weet toch. Maar cool. In ieder geval. Dus ja, het begint gewoon random op een dag. Je weet toch. Je ziet elkaar elke dag. Je weet als je elkaar elke dag ziet. Je wordt helemaal lauw van diegene. Zou best kunnen. Hoeft niet per se. Dus je hebt altijd gewoon. We waren met 8 man of zo. Dus je hebt altijd gewoon. Nee. Maak je geen zorgen, Leo. Maak je geen zorgen. Je hebt altijd. Ja, is gewoon zo. Je hebt altijd gewoon. Je hebt eilandvorming, je weet toch? Deze gaat met die hangen, deze gaat met die meer. Je weet toch? Opeens, je weet toch? Raakt zo voor de hit. De ene zegt gewoon iets en je bent gewoon helemaal van je apropos. Je denkt, hé, kill, als je nu niet je weet toch, je mond houdt, bro, gaat nu shit gebeuren. Zo ging het letterlijk gewoon. Maar niet iets gebeuren, maar gewoon. Op de ene of andere moment was er gewoon een dance battle gewoon. Gewoon, oké, ja, nu, let's go. Je weet toch? Gewoon zo. Echt, hey, als je ruzie hebt, wordt een dance battle. Ja toch, we can battle it out. Yeah. We can battle it out right now. Je hoort gewoon deze serieus gewoon in heel die training sessie. Bro, wek ik haar aan zo. En ik, hè. Faka Soul Sister, hey. Hey, jawel. Stam de ja man. Dat is een van de dingen gewoon echt letterlijk. Discussies gewoon letterlijk om, oké, gaan we dit wel doen of niet doen? Er zijn ook zoveel ideeën, dat was het probleem. Je weet, iedereen heeft een idee, iedereen had, er ging echt 1000%. En dat was heel mooi, maar tegelijkertijd ook, je weet, ook gefrustreerd van elkaar. Echt ja. Para. Dus dat was echt tof, man. Gelukkig, ja, sorry, ik ga ook brok om Leo in de comments. Ja, hè? Yo. Ik ga stuk met deze guy. Hij is warm vanmiddag, joh. Maar dit is echt, ik krijg bij jullie crew, ik weet niet, als ik jullie bij elkaar zie, dan hoor ik ook gewoon Pump It Up van Joe Budden in mijn hoofd gewoon. Ik zweer het. Ik zag Hille. Dat was die tijd, hè? Ja, hè? Ik weet het. Alright, we're going into the next, category of this live session. Want we hebben namelijk 2 categorieën. En in die 2 categorieën zitten ontzettend leuke vragen. Die zijn gemaakt door onze live en direct redactie. Jawel, shout out naar iedereen. Ook nogmaals naar Canvi. En natuurlijk naar the one and only Leo. Wat we zo meteen gaan doen. Ik heb alle vragen genummerd. Nou, eerlijk gezegd ben ik dat nu gewoon heel snel nog aan het doen.
Maar jullie zien het niet. Is allemaal buiten beeld. Is allemaal toegestaan. Is allemaal geoorloofd. Kan gewoon. We zijn live. We zijn live. Quarantine guidelines. Wat we gaan doen zometeen. Ik ga jou voor de inhoudelijke vragen. Ga ik jou een cijfertje vragen onder de 13. Onder de 13? Yes. En voor de lifestyle vragen ga ik de mensen uit het publiek vragen voor een cijfer onder de 15. En we gaan lekker gewoon beginnen met een cijfertje dat jij zelf uit kan kiezen. En dat zal er dan eentje zijn in de categorie inhoudelijke vragen. Oké, I'm ready. Are you ready? I'm ready. I'm ready. All right. Oké. Infinity. 8. Wat heeft de culture jou opgeleverd? Zo. So, wat heeft... Boom! Wat heeft de culture mij opgeleverd? Ik begin gelijk bij het begin, want dat was het meest belangrijke moment voor mij. Mm-hmm. Is dat ik werd heel open. Ik was een hele, hele bange jongen. Bang. Bang, verlegen eerder? Of echt bang? Ik was bang, verlegen. Ja, verlegen heel. Ja, ik ga strik, Lela. Lela, gelijk toe-eigenen. Ja, maar... Cute, dripping, slime, cute. Ik was al heel verlegen vroeger, ik zeg eerlijk. Mm. Ik was zo verlegen en door dan, zeg maar, begon ik echt gewoon uit mijn vel te kruipen gewoon. Weet toch? Dope. En ja, dat was een van de belangrijkste dingen. Daarnaast, ik heb heel veel vrienden gemaakt. Via dans eigenlijk, die ik nog steeds gewoon als broer zie, zussen gewoon. Is gewoon echt gewoon... Ja, door dat ben ik echt gewoon gaan groeien ook als mens. Mm. Omdat ik, ja, gewoon al die mensen in mijn omgeving had, die me zoveel dingen lieten zien. En daarnaast ben ik... laat me denken, man. Wat nog meer? Wat niet, is de vraag. Wait, yo! Ja, toch? Ja. Nee, dus sowieso, qua sociaal ben ik daar wel in gegroeid. En naast de sociale groei ben ik ook, ik kom even niet uit mijn woorden, maar ik ga even terug, blablabla. Ja, dus, dat en ik heb gewoon geleerd om ballen te tonen eigenlijk een beetje. Ja, man. Nee, je laat ze natuurlijk niet gewoon aan iedereen zien, maar in de... Figure it. Oké. Ik heb ballen, man. Kijk hier. Nee. Ja. Ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd. Wat was jouw eerste aanraking met dans? Hoe kwam je er in één keer bij om te zeggen... Yo, ik stap op die vloer en ik ga dit ook doen? Eigenlijk door mijn zus. Zeg maar... Sowieso shout-out naar mijn zus. Forever, weet je toch? Shout-out naar mijn zus, Steven. Sowieso. Ja, man. Ik heb goede band van me. Ja, man, echt met deel, man. Vroeger hadden we altijd ruzie, maar... je weet toch, je bent klein gewoon... Je weet toch, je bent gewoon een rascal. Gewoon je weet toch, zo'n annoying thing. Ik was altijd... Ik gaf mijn zus altijd zoentjes. Echt 300. Dus ze werd een beetje panisch van mij. Mijn vriendin ook. Maar in ieder geval... Mijn vriendin die kreeg ooit een uitnodiging... voor een dansschool. Mijn zus kreeg een uitnodiging voor dans... Dus hij ging naar die dansschool. Ik dans 24/7, heel de dag thuis. Zo was ik vroeger. Ik was constant bezig. Ik had sowieso ADHD. Dus je weet toch, dat is... Weet toch, ik kan eindelijk mijn ei kwijt. Dus ik denk, zo, ik wil ook een uitnodiging. Waarom krijgt alleen zij een uitnodiging? Dus zij gaat naar die dansschool. Ik zeg, zo, ik wil ook gaan. En toen... Ja. De rest geschiedenis, man. Ja, man. Fuck are you... That's a beautiful history, brother. We gaan naar de vragen vanuit... Hey, waar is dat? Naar het publiek, Shazam, naar de couch. Je weet het al. Hey, jammer. We gaan naar de lifestyle vragen. En daarvoor ga ik uit het publiek een nummertje onder de
15 vragen. Dus de eerste die een cijfer onder de 15 typt in de comments, die gaat die vraag krijgen. Boom. 4. Wie is je celebrity crush? En nou weet ik dat je misschien mij gaat zeggen. Ik voel me heel erg vereerd, maar ik bedoel gewoon even buiten mij om, zeg maar. Buiten jou om. Crush. Crush, crush? Ja, wie is je celebrity crush? Zo, dan zeg je wat, man. Je moet ook heel voorzichtig antwoorden, want je vrouw zit in de comments en ook in dezelfde kamer. Het is gewoon in dezelfde kamer, gewoon. Dus die slipper kan gewoon vliegen van de ene kant van de kamer naar de andere kant. Dat is niet moeilijk. Zo. Pressure. Ik ga stuk. Celebrity crush. Wow, je zegt al je verhaal. Wow. Als je er zo lang over na moet denken, dan heb je het meestal niet. Dat is ook zo. What up, G-Van? Nee, sowieso. Kijk, ik ben eigenlijk niet van celebrity dingen, dit, dat. Waarom? Omdat eigenlijk al de mensen die in mijn omgeving zijn, die inspireren mij. Daarom ben ik ook altijd met ze. Dat is serieus echt waar. Als je nu denkt van, oké, weet je wat? Celebrity crush, weet ik zo. Halle Berry. Oké? Okay? Maar ik vond het antwoord dat je ervoor gaf, vond ik mooier. Want dat is eigenlijk wel... Ja, toch? Natuurlijk omringd door superveel toffe, mooie mensen. Die ook heel veel toffe dingen doen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat die liefde en die interactie die je met die mensen hebt, dat kan gelden als crush. Soort van. Ja, toch? Is normaal. Op de bank. Nee, maar. Weet je? Ze kiet mij. Er zijn zoveel mensen hier zo die echt zulke goede dingen doen. En ook gewoon op hoog niveau. Ja. En ook gewoon... ik zat er zelf ook zo vroeger in. Dat ik heel erg opkeek naar... Wajo, Amerika. Weet je, dat was het ding van vroeger van mij. Waar ik echt... nu dat ik denk van... Hey, yo, eigenlijk... Mijn motie zijn lauwer dan die mensen van daar, man. Wie zijn hun? Wanneer besefte je dat voor het eerst? In welk moment van je leven was je toen? Welke fase? Zo. Ik weet het niet, man. Dat was echt misschien... Misschien 7 jaar terug of zo. Zoiets. Dat ik dacht van, yo, ik moet ook gewoon... Weet je, ik heb mijn mensen hier. Ik ben niet daar. Waarom ga ik mij focussen op iets wat niet... Tussen haakjes niet real is, weet je. En sowieso, ik ben altijd van geweest van het, het stimuleren en positief. En ook gewoon, ik ben altijd net als een mattie van mij. Als ik ergens naartoe ga, is het met een reden. Dus als ik uitging, had ik ook een reden. Bijvoorbeeld, mijn mattie had een visa. Ik ga naar die visa van mijn mattie. Want is mijn mattie. Dus ik ga sowieso naar jouw visa komen. En ik ga niet op de gastenlijst. Ik betaal. Ik heb het echt altijd gedaan, weet je. Nice. Je bent een zeldzaam in je soort, Steven. Nee, er zijn genoeg mensen zoals ik. Nee, je niet. Je bent uniek, Steven. Stop talking. Iedereen is uniek, schatje. Ja, toch. Is zo. Ik zie heel veel toffe mensen ook inmiddels binnenkomen in onze chat. Shout out naar alle mensen van de hip-hop community, de hip-hop huis family. Jawel. We love all Let's of go. Y'all. Jawel. Ja, man. Wat was jouw eerste aanraking met het hiphophuis? Ik ben gewoon stiekem vragen erin aan het sneaken. Wat zeg je? Sorry, kan je... Ik ben gewoon stiekem mijn eigen vragen erin aan het sneaken. Mm. Wat was jouw eerste aanraking met het hiphophuis? Ik denk Koolhaven. Eerste, wel dan. Echt eerste aanraking? Zo. Dat weet ik niet. Ik kan me één ding wel heel goed weten. Wat ik echt super tof vind aan het hiphophuis. Dus ik kwam een keer... reed ik volgens mij langs het hiphophuis... langs het Koolhaven. Ik wist toen niet van het hiphophuis. Ik reed daar langs... en ik zie opeens... een podium, gewoon. Zeg maar net langs het water bij Koolhaven daar. Net langs het water was een hele dikke podium gezet. Zo, niet te flashy, niet te gek... maar ook niet, weet je toch, crappy. Nee, gewoon precies goed, gewoon, weet je. Gewoon, iedereen kon erbij. Iedereen kon het zien. Je weet toch, we zijn hier... je weet toch, alle dingen, hey, Den Vaka, je weet toch. Dus ik zie opeens, volgens mij zie ik ook nog gewoon Leo en Jill. En met, ja, je weet toch, dat zijn nu, zijn dat mijn boys. Maar toen een tijd, ik keek zo, ik dacht, what the?
En hun stond ook toevallig op dat podium. Ik dacht zo, dat ziet er gek uit. Ik toch, 50 cent door je speakers. Kom je scooten. Nee, ga je. Klopt. Dus. Dat zijn never badass. Nee, toch? Maar echt gewoon. Nee, was een andere. Was echt lang, lang, lang geleden, Leo. Ik kan het niet eens meer. Ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat was echt gruwelijk. Was daarvoor nog, ik weet 100% zeker. Was echt long, long time. Zag ik dat en ik was echt zo, hé. Hey, dit is hard, man. Dit is echt hard. En wat mij trok, ik weet niet. Ik zocht volgens mij, ik was op een andere dansschool, daar begon ik, bij KL toen de tijd. En daarna ben ik, ik zocht wat anders. Ik zocht vernieuwing. Ik zocht wat anders. Ik zocht wat doops, weet je. En zo ben ik eigenlijk gekomen bij het hiphophuis. En sindsdien ben ik er eigenlijk altijd gebleven. Ja, gewoon meubilair, gewoon als het ware. Ja, ja. Toch? Toch? Ja, zeker. We gaan even naar de inhoudelijke vragen terug. Mag ik van jou een getal onder de 13, Mr. Song? 2007, wat zeg je? 2007. Getal onder de 13. En dan zeg jij 2007. Oh nee. Ja, nee, had ik ook. Ja, ja, oh ja, ik zie het, ja. Getal onder de... Oké, okay. Let's go. Oh, waarom? Oh. Ja, ik zei 1. Oh, je zei 1. Ik dacht al... Wie was je eerste inspiratie? Dat is misschien wel een goede vraag die aansluit op waar we het eerder al over hadden. Ja, over mijn eerste inspiratie. MJ. MJ, wauw. Ja, wauw. En wat was je fascinatie met MJ? Wat speciaal aan hem trok je aan? De moves, de zang, de outfit? Alles was on point, man. Alles. Het was niet alleen zijn dans, muziek, gewoon... ik weet nog een tijd dat Leo Attis droeg, gewoon... Die tijd kan ik mij herinneren. Dat is nu gewoon helemaal niet. Het is gewoon van de boot zo. Je hebt wel eens foto's gezien, fotobewijs van die... Ja, man. Mensen, even ondertussen. Als jullie een keer even gewoon even scrollen zo in Leo's Facebook, dan kan je even hebben. Je ziet het gewoon niet voor je, gewoon Leo met de pet. Maar ik zweer het, deze guy draagt Atti vroeger. En deze is nu fashion model zo. Ja, het is gewoon mooi, boy, tuurlijk. Hallo, heet toch? Super nice. Yeah, Nadine. Yeah, let's go. Ik vind het heel nice. Ik vind het zo, vooral heel erg tof dat jullie allemaal zoveel herinneringen delen in en rondom ook het hiphophuis en de community, weet je wel. Ja. Van de dance community en de hiphop community op zich. Jullie lopen allemaal al best wel lang mee. Ik wil niet indirect zeggen dat jullie allemaal oud zijn, maar indirect, jullie zijn allemaal oud. Jullie lopen al best wel een tijdje mee. En wat is misschien wel de grootste verandering in de scene of in de community die jij hebt gezien tot nu toe? Ik denk dat het een grote stap heeft gezet naar een wat serieuzere serieuze kant van organisatie. Dus we zijn daarin super gegroeid. Is wat ik zelf heb meegemaakt. Sowieso ook de locatie. Ik denk dat locatie wel degelijk uitmaakt. Het is nu heel centraal. Voorheen was het in West, daar heeft het zijn roots gelegd en is het naar het centrum gegaan om daar ook eigenlijk gewoon zo plantje te oogsten. En gewoon op meerdere vlakken zijn ze daarin gegroeid, man. Ook met de muziek, zeg maar. Het is de hele eigen tak daar. Gravity is met alles, is het gewoon eigenlijk gewoon vele malen hoger gegaan. En ik denk ook gewoon zelf... ja, dat zeg maar een andere wending heeft gekregen sowieso door de jaren heen. Ja, door eigenlijk ook sowieso heel kritisch naartoe te kijken naar... Oké, okay, wat willen wij bereiken? En dat hebben ze ook bereikt. Dat zie je ook terug aan de dingen die ze doen. Ja. En... Leveling up gewoon.
Ja, leveling up in allerlei manieren. Dus eigenlijk ook gewoon in, ja, niet alleen in dans, maar ook gewoon daarachter. Zeg maar, wat is hip-hop? Waarom is hip-hop? En hoe doen we hip-hop? Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Zeg maar, de cultuur, die brengen ze ook mee. Het was heel erg belangrijk om überhaupt te laten zien van dat we daar waren. Dat was het begin, natuurlijk. En nu zijn ze daarop verder aan het uitbouwen. Nou, oké, dit zijn wij, hier zijn wij. En we gaan hier ook erin door. En wij zijn belangrijk. We matter also. Ja, man. Big facts. Ja. We matter. Sterker nog, naast dat we matter, wij zijn the matter. Know what I mean? Do you Ja. understand what I'm talking about? Wij Ja, zijn the toch? matter, snap je? Zonder ons was er niet een inhoud om inhoudelijk te praten. Dat vind ik het mooie aan Ja. ons als een community en als een genre, als een lifestyle. Weet je, hip-hop is bijna een anker waar heel erg veel dingen omheen en opgebouwd zijn. Zonder dat heel veel mensen het weten, is de straatcultuur, de hip-hopcultuur eigenlijk basis voor zo ontzettend Ja. veel dingen. En als dat Zeker. niet zo zou zijn, dan zouden veel dingen gewoon zo gaan. En dan Ja. was er niet iets om naar te kijken van, oké, how are the cool people doing it right now, weet je wel? Dus dat we are the matter. That's what ik voel dat. We Ik ben are. aan mijn Dr. Sebi hier gewoon eventjes. Ja, Alright. man. Even tussendoor, Steven. Als je zou moeten kiezen, lesgeven of optreden? Oeh. Heel eerlijk, dit is een fact. Hier, zeg maar, had ik het altijd moeite mee. Hier had ik moeite mee, zeg maar, in het begin. Was lesgeven. Ik had zo'n verschrikkelijke. Ik kon gewoon niet lesgeven. Ik wou niet lesgeven. En Dat was, zeg maar, in het wat begin. was je grootste valkuil daarin dan? Waar lag dat aan, denk je? Nou, ik moest eigenlijk. Ik was net begonnen met lesgeven. Dus ik moest nog alles uitvogelen. Zeg maar. En ik heb geen lessen gevolgd over hoe ik didactisch moest zijn of wat dan ook. Ik ging gewoon de wijde wereld in. Ik dacht, weet je wat? I'm a go get it. Go get it gewoon. Weet je toch? Ik ging gewoon proberen, gewoon doen. En na de jaren heen heb ik er liefde voor gecreëerd, zeker. Maar in het begin was dat het. Maar als ik moet kiezen. Zo. Ik zeg eerlijk, man, is een moeilijke keuze. Want beide spreken mij echt niet zoveel aan. Ik kan zoveel meer geven ook. Maar op beide vlakken kan ik veel geven. Als ik lesgeef, dan geef ik toch wel een beetje van mezelf, weet je. Ook, want ik leer mensen bewegen, dansen, plezier hebben. Kennis van een onderdeel waar ik ook in zit, dus de culture. En tegelijkertijd maak ik hun ook de culture. En zijn hun dat zelf ook, omdat ze naar mijn les komen. Dus zij kiezen voor hip-hop. Dus sowieso shout-out naar alle mensen die überhaupt les volgen. Niet alleen van mij, maar ook van andere docenten. En weet ik veel, mensen die iets met de cultuur te maken hebben. Jullie zijn het zelf ook. Jullie maken wat het nu is. En dat vind ik tof. En ja, naast dat was. Altijd hield ik sowieso van optreden. Dat was een van de dingen. Dus. Moeilijk. Laat me het zo vragen. Waar haal je de meeste voldoening uit? Dus misschien net zo'n moeilijke vraag, maar misschien net iets minder moeilijk. Je hoeft niet één weg te doen. Je hoeft niet één te kiezen. Gewoon Ja, waar haal je de meeste voldoening uit? oké. De meest voldoening haal ik op dit moment haal ik uit lesgeven. Omdat daar, zeg maar. Is het voor een selectief aantal personen die zeker komen voor één ding, en dat is dans. Als je optreden geeft, kan het leuk zijn, hoeft niet per se zeker. Maar ik hou heel erg ook van optreden, heel eerlijk. Maar ik zal dan kiezen voor lesgeven. Oké, ik probeer even, omdat ik zie alweer. Ik heb al zoveel dingen gevraagd ook. We zijn nog op een kleine 17 minuten die we hebben. En we moeten onze Emoji News Challenge nog doen. Dus ik ga dit even zeggen. We gaan over een kleine aantal minuten gaan we een Emoji News Challenge doen met de one and only Steven Sol. Wat inhoudt dat ik mensen uit het publiek ga vragen om in emojis een nieuwskop of iets wat is gebeurd. Waarvan je denkt, dit weet Steven sowieso te omschrijven. Dus we gaan een soort van
Ik weet niet, is het een rebus? Ik denk een soort van rebus maken in emojis. En dan gaat Steven raden zometeen. Ja, wat het is. Ik wil er maximaal 5 doen en ik heb er zelf 2 bedacht voor de zekerheid. Dus denk er alvast even over na. En we moeten een tegenprestatie hebben. Ja? Ik weet dat je vrouw in deze chat zit. Vrouw, bedenk alvast een tegenprestatie. Wat gaat Steven doen als hij er minimaal niet 3 goed heeft? Niet Alright. even. Ja, Ik ga ja, stuk ja. zijn. Hey, ik ben zelf ook benieuwd, man. Ik ben Ik ben ook benieuwd of benieuwd. ik überhaupt 3 kan raden gooien. You gonna wash a lot of dishes today, baby. Zo, sa. Hey, dat doe ik elke dag. Maak je geen zorgen. Nice, We hebben gewoon nice. vader. Let's go. God, pleur alles erin. Nice, nice. Alright, oké. Okay. Maar ik wil nog even naar één laatste vraag gaan uit jouw lifestyle. Dus we gaan nog uit het publiek één cijfer vragen voordat we gaan naar The Emoji News. Bam, 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 bam. Eén cijfer uit het publiek. Wie het eerst komt, wie het eerste maalt, een cijfertje onder de 15. Maar Onder. waar moet de rebus over gaan? Ja, laatste nieuws. Dus iets wat is gebeurd onlangs, wat je zou kunnen omschrijven in. Maar nog niet typen, hè? Nog niet sturen. Wacht nog even. Oké. 6. Yes. We gaan afsluiten met deze vraag. 6. Wat is je irritantste gewoonte? Ik hoor een Weet je, ik ben een lafhoed irritante guy gewoon überhaupt. Ik ben gewoon irritant guy. Ik zeg gewoon eerlijk. daar. Ja, en wat beschouw je als irritatie leveren bij een ander? Ik kan doorgaan. Echt heel de tijd doorgaan. Ik kan gewoon doorgaan. Als er iets is wat ik doe, maakt niet uit wat. Het kan je sowieso irriteren. Dat is mijn specialiteit. Ik weet, zeg maar, ja, oké, ik weet het al. Ik weet het. Dit is een van. Als ik ruzie heb, bij wijze van spreken, dat is irritant natuurlijk. En het gaat je irriteren en je hebt geen zin of wat dan ook. En je wilt het laatste woord. Dan ben ik niet echt zo vergevingsgezind, aangezien wij ruzie hebben. Dan zeg ik, let's go, ik ga deze uitdaging aan, vriendin of vriend. Ja, Ja, man. drukken, zoals G van het mooi omschrijft, En ik, drukken. het ding is, ik ben niet zo'n drukker. Maar wanneer je op mijn teentje trapt, dan ga ik drukken. Ja, Oh. you gotta push the button first to get pushed. Je weet toch? Hey, Let's go, gewoon. Ja, doe je ja, dat? Je zegt van, oh, ja, kom dan, let's go. Alright, nice. Hey, ik vind het even super leuk om deze sessie met jou te doen. Ik zou eigenlijk willen dat we het nog een uur konden doen. Ik weet niet of het mag, maar het was heel leuk geweest. En misschien als jij nu meekijkt in de live en je hebt zelf een vraag aan Steven die je altijd had willen stellen. Don't hesitate, please. En stel je vraag nog heel eventjes. Want hij Maar kan nog reageren. Hij kan nog reageren op dingen die jij graag zou willen weten over hem. Ik zou zelf nog ontzettend veel meer over je willen weten. Dus misschien kunnen we er nog gewoon een deel 2 sessie van maken. I don't know, I don't know. Misschien als dadelijk de baby geboren is. Hoe lang moet de baby nog eigenlijk? Hoe lang nou, wil je nog? hij is uitgerekend op 31 juli. Hoe lang, hoe lang, hoe Dat lang? wisten. Hoe lang, hoe lang, hoe lang? Dat wisten heel snel. Dat is het Wauw, wauw, wauw. eerste. Ja, Wauw, man. misschien kunnen we na de geboorte nog even een sessie doen om te kijken hoe het nu met je gaat. Of hoe het dan met je gaat en hoe het is. Even gewoon bij je inchecken, bij jullie inchecken natuurlijk. Dat lijkt me ook wel leuk. Ik hoop dat we de groen licht krijgen van Leo. We wachten het gewoon even af. En wat is de. Oké, we hebben een vraag van Jeef. Wat is de Ja. gameplay long term dance wise, bro? De Gameplan. gameplan, yes. Mooie Oké. vraag, Jeef. Thank you. Ja, Jeef ja, is ook ja. die hele journalist hier toch? Jeef Dus ik. komt altijd met dat soort vragen. Dat is echt een flex. Van hem heb ik ook dit soort. Eigenlijk in het begin van hem. Nou, niet het begin. Gewoon tussen Arazi-periode. Heeft deze man me wel veel geleerd. Veel vragen gesteld. Ook Leo. Hier kwamen altijd met Ze de vraag: zouden hey joh, hem maar wat wil eigenlijk je een eigenlijk? tv-programma moeten geven of zo, weet je? Zoiets. Wie? Jeef? Jeef, ja, zoiets. Jawel. Ergens op NPO of zo, ergens. Gewoon zoiets, gewoon. Wat? Deze man is daar, hè? Daar. Jawel! Ja, Nou. man. Dus, ja, man. Mijn gameplan.
Eigenlijk wil ik nu naast mijn dans normale baan hebben. En mijn dans eigenlijk, mijn kleine die onderweg, wil ik even vastigheid. Dus wil ik even dans op een lager pitje zetten. Maar ga ik het nog steeds wel eventjes doorzetten, sowieso. Maar dan gewoon zeg maar lesgeven. Geen shows en dat soort dingen meer. En dan ga ik later weer terug, indien dat nog relevant is voor mij, zal ik dan weer ophalen om shows te doen. Maar ik wil eigenlijk meer de orga kant op. Doop. Zie je dans meer als recreatief dan een bijeenkomst? Beide eigenlijk. Ik wil het alleen maar sowieso. Ik wil er iets indampen, omdat ik gewoon, ja, ik denk dat het gewoon nodig is dat ik gewoon goed voor mijn team kan zijn op elk moment, gewoon waar nodig. En wil sowieso meer de organisatorische kant op en wil daar mijn creativiteit meer uithalen. Dus dat is dan ook een hele andere kant. Dus ik weet ook nog niet waar precies en hoe en wat. Maar ik wil wel meer qua culture-wise doen ook gewoon. Doop. Ja, man. En ik ben benieuwd, voordat we naar het emoji-nieuws gaan, wat beschouw je als een normale baan? Want je noemde eerder een normale baan naast het dansen. Wat is een normale baan volgens jou? Ja. Ja, een normale baan, 9 tot 5, om maar zo te zeggen. Als je, ja, het is meer ook gewoon omdat ik denk van dat ik gewoon vastigheid moet hebben. Dat is voor mij een normale baan. Ik heb, hoe heet het nou? Gewoon een baan waar je gewoon, als je niet aan het werk bent, dan krijg je nog steeds doorbetaald, bij wijze van spreken. Dans, als je danser bent, dan je krijgt niks. Je krijgt je money waarvoor je komt, voor de rest niks. Dat is het dus. Ik zou dat dan gewoon erbij willen hebben, gewoon voor de ondersteuning, gewoon, weet je. Connect Nice. the whole chart. Ja, man. Beautiful. Ik vind Ja. het een hele mooie manier om de vragenronde af te sluiten. We gaan met 9 minuten op de klok. Gaan wij nu naar het emoji-nieuws. Ladies and gentlemen, welcome to emoji-nieuws met Steven Arazi. Mocht jij zelf een emoji-nieuws Hey. in gedachten hebben om aan Steven te emojioneren, Imagineren. emojieer even dan in de comments. We zoeken toffe nieuwsgebeurtenissen en ik heb er één. Ik ga jou er eentje gewoon. Ik denk dat je wel weet wat de guam met deze. Ik ben een slechte man. Maar Deze. laten we het proberen. Die Laten we gun het ik jou. proberen. Die gun Ik ik ben jou. benieuwd. Ik zie alleen aliens. What does it mean? What does it mean? What does it Ik ga mean? proberen. 4 keer een alien. Is dit corona? Nee, Nee, het is niet corona. ik geef je nog één kans om te Nee. raden. Wacht. Je mag een hulplijn inroepen. Wacht even. Conspiracy theory. Ja, nou, ook half, oké. Maar wat dus in het nieuws was, dat dus de American government heeft erkend dat er buitenaards leven is. En door heel deze coronacrisis is het eigenlijk een beetje, ja, onder de radar doorgegaan. Terwijl we eigenlijk al die tijd soort van heel graag dit wilden of zo. En nu in één keer ik denk dat het er echt is, dat ze het hebben bevestigd. En we zijn er niet echt mee bezig of zo. Want we zijn allemaal bezig met corona en de domme dingen die Trump Ja. zegt. Dus, maar dat was de kop inderdaad. We gaan even naar een. Ja, really. Google het. Google het. Google Ik ben het. wel benieuwd, Is maar onder de radar gegaan. zelf, ja, ik geloof sowieso in buitenaards leven, buitenaards wezens. Hoe kunnen wij de enige zijn? Dat vind ik een beetje, dan denk ik, ja, bruh, really? Is impossible. Ja. Literally. Weet je, zo'n Oh. grote universe en zo intrinsiek als wij zijn, ontworpen als mens. En met hoe gedetailleerd de anatomie bijvoorbeeld is en wetenschap. Dat kan niet dat wij de eerste waren. Dat kan gewoon niet. En ook niet de enige zijn, dat geloof ik ook niet.
Check de emoji nieuws van Din. Oké, wacht. Din, even Brian, kijken hoe hoor. Kan ik checken? Ik kan niet terugchecken. Je moet even naar boven scrollen. Daar is de emoji nieuws van Din. Ik probeer dat. Ik weet hem. Hoor je? Zo raar. Kan je hem niet zien? Nee, mij lukt het niet. Je kan niet naar boven scrollen in de comments. Nee, dat is erg raar, maar ik weet niet wat er vandaag aan de hand is. Dat lukt me niet, Din. Okay. Het is een Koreaanse vlag, een boot, een koning of een prins, amoebes, een doodskop en een meisje met bruin haar. Heel specifiek. Ja, dat... Oh, wacht, ik krijg hulp, ik krijg hulp. Momentje hoor. Van dit. Wat is dat tweede? Is een boot, toch? Volgens mij. Oh, dat is een boot. Dus eigenlijk... Chinees boot. Oh, ja, coronavirus. Coronavirus. Dood. En verderf. Dood en verderf. En die vlag, en die... Oh, is een paleis. Oh ja, oké, okay, ja, nee, dan klopt die helemaal. Dan klopt die helemaal. Ik weet hem, ik weet hem. Weet jij hem, Steven? Zo, ik ben er slecht in, man. Zal ik het Staat. Verklappen? Land. Ja, je mag het verklappen. Zal ik het verklappen? Of Din, wil jij het zeggen? Nee, is Chinese oriental boot. Volgens mij, ik denk dat het... Ik denk dat het nieuws is of de gerucht over Kim Jong-un, dat hij is overleden. Dat zeggen ze. Ze zeggen dat hij is overleden tijdens hartoperatie, maar of door corona. Ze zijn nog niet duidelijk. En dat zijn dochter zeer waarschijnlijk over gaat nemen. Maar het is nog niet bevestigd, hè. Het is nog niet bevestigd, hè, dat hij is overleden. Dus het is nog steeds een gerucht. Hij heeft het nog niet bevestigd. Het is nog niet bevestigd. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Watching all of us like, y'all thinking I'm dead, huh? Oké, ik zag er ook een van Leila, maar even kijken. Oh nee, wacht, Leo heeft er ook een. Kan jij die zien? Leo, kan je me helpen? Ja. Oh, ik moet die van Leo al zien. Ik kan het nu niet checken. Ik kan het niet scrollen. Dus ik heb gelukkig is mijn vriendin hier bij mij. De steun en toeverlaat. Ja, de basis. Hint de 010. En? Drill 010. Drill 010. Ik ben... Just to be clear, jij hebt dit uitgekozen, Steven. Ja, weet ik. Maakt niet uit, moet proberen, kill. Maakt niet uit. Ik ben er gewoon. Ik ga misschien falen, maar ja, gewoon. Je hebt het wel geprobeerd. Drill 010, ik weet niet, ik moet gelijk denken aan... Stop, virus, stop. 1,5 meter. Ik moet denken aan 1,5 meter. Oude vrouwtjes. Oude mensen. Denk aan een track. Blijf op afstaan. Krut, krut, blijf daar. Of zoiets. Ja, of, dat denk ik ook, ja. 1,5 meter. Of zo. Ik weet niet wat drill 010 is. Ik ook niet. Ik oh, weet je hebt ook wel niet drill. Wat... Ik weet wel wat drill is. Ik weet alleen die drill rappers. Dat weet ik niet alleen. Alleen de headline. Ik zeg je eerlijk, ik weet het ook niet, man. Leo, zeg het alsjeblieft, want we hebben nog maar 3 minuten. Bejaarde training? Van Lorenzo, van Wij. Oh, dit! I get it. Hij bedoelt niet drill als in drill pokoe, hij bedoelt drill als in oefening. Bejaardentraining. Oh, bejaardentraining. Nice. Oh, dit, die was nice. I didn't even catch that. Real quick. Nice. Quick, quick, quick. Oké, dan gaan we afsluiten met deze. Ja. Oh, wacht. Ik moet er nog eentje hebben. Klas en Blakka.
Even kijken. Ik moet dat mannetje vinden. Ik denk dat dit hem is. Ik weet niet zeker, maar ik ga het gewoon zetten. Bam. Van wie is het? Klas en Blakka. Klas en Blakka? Het is een pokoe van hen. Oké. Okay. Pas op voor... En pas op voor oma's. Pas op voor ziektes en pas op voor oma's. Ik weet het eigenlijk eerlijk niet. Corona, pas op voor oma. Was het een lijn? Oh, het was een lijn. Ik ga stuk. Het moet toch een nieuws een headline? Oh ja, lijn, headline. I know, I see what you did there, Leo. Heb je die van mij gezien?